Gemeente, we openen het woord van de Heere vanmorgen in Genesis 11, de geschiedenis van de torenbouw van Babel. En degene die een beetje opletten zien dat we hoofdstuk 10 overslaan. Hoofdstuk 10 vertelt hoe de verschillende volken op de aarde tot stand zijn gekomen. Dus die vertelt het geslachtsregister van Noach tot eigenlijk alle volken die op het moment dat dit boek geschreven wordt er op aarde zijn. Dus waar komen alle mensen vandaan? Dat is wat Genesis 10 beschrijft. En dan beschrijft Genesis 11 hoe het komt dat al die volken verspreid zijn over deze aarde. Dat ze niet bij elkaar wonen, maar verspreid over deze aarde leven. Ik lees met u Genesis 11, de eerste 9 versen. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, in de richting van het oosten gingen, dat zij een laagte vonden in het land Sinjar, en zij woonden al daar. En zij zeiden en ieder tot zijn naaste, kom, laat ons tichelen, bakstenen strijken, en wel door branden. De tichel was hun voor steen en de lijm, daarmee wordt het teer bedoeld, was voor hun leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, dat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neer, om te bezien de stad en de toren die de kinderen van de mensen bouwden. En de Heere zei, zie, zij zijn enerlei volk. En ze hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat ze beginnen te maken. Maar nu, zou er niet afgesneden worden alles wat zij bedacht hebben te maken? Kom, laat ons nedervaren. Laat ons hun spraak al daar verwarren. Dat een iegelijk de spraak van zijn naaste niet meer horen verstaan. Alzo verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. En ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel. Want al daar verwarde de Heere de spraak van de ganse aarde. En vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Gemeente, als thema boven de preek, de torenbouw van Babel. Let in de eerste plaats op de ongehoorzaamheid van de mensen. In de tweede plaats op de hoogmoed van de mensen. En als derde, de Heere grijpt in. Ja, in wat voor wereld leven wij? Dat is de grote vraag waar Genesis 1 tot en met 11 een antwoord op wil geven. Hoe komt het dat de wereld zo is zoals die is? Hoe komt het dat er aan de ene kant zoveel moois is, maar aan de andere kant ook zoveel gebrokenheid, zoveel zonde is? Genesis 1 tot en met 11 geeft ons een antwoord op die vraag. En van deze zogenaamde oergeschiedenis, waarin een antwoord op die vraag gegeven wordt waarom het zo is, is Genesis 11 het laatste hoofdstuk. Tot nu toe is de focus geweest op heel de schepping, op de mensheid in haar geheel. Na Genesis 11 zal de schrijver van Genesis inzoomen op Abraham en zijn nageslacht, met wie de Heere verder gaat. Maar vandaag nog één keer de laatste geschiedenis die gaat over heel de mensheid. Nog één keer schildert de Heere hoe de mensheid is, voordat hij hen tot de komst van de Heer Jezus links laat liggen en zich richt op Abraham en zijn nageslacht. Nou, het is zo, laat vers 1 ons zien, het is in Genesis 1 een tijd die heel anders is dan onze tijd. Vers 1 zegt, en de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Het is de tijd dat iedereen nog dezelfde taal spreekt. Iedereen spreekt dezelfde taal en hetzelfde dialect. Eigenlijk is dat ook niet heel verwonderlijk. Iedereen die leeft is een nakomeling van Noach. En tot nu toe zijn alle mensen bij elkaar blijven wonen. Ze spreken dus allemaal hetzelfde dialect, dezelfde taal. Dezelfde taal die hun voorvader Noach hen geleerd heeft. Nou, het is in deze tijd, zegt vers 2, dat het geschiedde als zij in de richting van het oosten trokken. Dat zij een laagte vonden in het land Sinjar. En zij woonden al daar. Dus de mensen, ze trekken gezamenlijk in oostelijke richting. Welke mensen?
Nou, alle mensen. Het gaat hier over de ganse aarde, zoals vers 1 zegt. Dus heel de aarde, alle mensen die op dat moment leven, ze trekken gezamenlijk in oostelijke richting. En dat kleine zinnetje dat de mensen oostwaarts trekken, dat is symbolisch voor de rest van de geschiedenis. Want trekken in de richting van het oosten, dat is het paradijs waar de mensen met God leefden achter zich laten. In Genesis 3, vers 24 lezen we dat als God de mens verdrijft uit zijn nabijheid, dat hij ze verdrijft in de richting van het oosten. En als later het geslacht van Kain beschreven wordt, het geslacht dat zonder God leeft, dan begint dat geslachtsregister met te vertellen dat Kain wegtrekt van het aangezicht des Heren in de richting van het oosten. Daar ten oosten van Eden bouwt hij zijn stad en gaat hij wonen. Dus als de mensheid hier oostwaarts trekt, dan zit daar iets symbolisch in. Ze laten als het ware het paradijs achter zich. Ze laten de Heren achter zich. En ze trekken van hem weg. Zo gaat dat trouwens vaak. Het verlaten van de Heere gaat vaak niet in één keer, maar gaat vaak stapje voor stapje. Het zijn vaak kleine stapjes die je of dichter bij de Heere brengen, die je juist verder bij hem vandaan brengen. En de vraag voor ons vanmorgen is, nou, wat is het bij jou? In welke richting trek jij? Gaat jouw leven misschien stapje voor stapje steeds verder bij de Heere vandaan? Trek je net als de mensen hier oostwaarts weg van de Heere? Of is het juist jouw verlangen om steeds dichter bij de Heere te komen? Stapje voor stapje dichter met hem te gaan leven. In welke richting gaat jouw leven? Dichter bij de Heer of juist bij de Heere vandaan? Misschien is dat juist in onze gemeente wel een vraag die heel goed is om te stellen. Kijk, de meesten van ons komen uit een ander kerkverband, waarvoor je gevoel vaak hele strakke regels waren. Geen tv, allerlei kledingvoorschriften, regels over hoe je de zondag moet invullen, regels die je voorschrijven hoe je leven moet als je een kind van de Heere bent. Nou, nu zit je in een gemeente waar die regels niet zo zijn. Waar je zelf binnen de grenzen van Gods woord je leven mag inrichten. Sommigen die doen dat door de regels van een oude kerkverband te blijven hanteren. Anderen doen dat juist de andere kant op. Die doen nu alles wat toen niet mocht. En anderen zoeken modus daartussenin. Nou, mijn vraag aan jou vanmorgen is, waar brengt die modus je die je gevonden hebt? Helpt het je om dichter bij de Heere te leven? Of brengt het je misschien stapje voor stapje steeds verder bij hem vandaan? In welke richting loop je? Naar de Heere toe? Van hem vandaan? Nou, hier in Genesis 11 is de richting duidelijk. De mensen, ze gaan oostwaarts. Weg van het paradijs. Weg van de Heere. En als ze dan oostwaarts trekken, dan komen ze daar in een gebied wat ze later Sinear zijn gaan noemen. En daar vinden ze een vlakte, een stuk land zonder bergen, een stuk land waar ze makkelijk aan landbouw kunnen doen, een stuk land waar je makkelijk een stad op kunt bouwen. En daar vestigen ze zich, ze slaan hun tenten daarop en ze gaan daar wonen. Laten we ons hier vestigen, zeggen ze tegen elkaar, in vers 3 en 4. En een ieder zei tot zijn naaste, kom aan, laat ons Tichelen strijken. En wel doorbranden. De tichel was hun voor steen en de lijm was hun voor lijm. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. Een toren welk opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken. Dat wij niet misschien over de ganse aarde bestrooid worden. Kom, zeggen ze tegen elkaar, laat ons hier een stad bouwen. Laten we hier een hele hoge toren bouwen. En het is niet één iemand die dat bedenkt. Een grote leider van wie dit plan afkomstig is. Dit is een gedachte die bij iedereen opkomt bij het zien van deze vlakte van Sinear. Heel de mensheid denkt hetzelfde. In hun weg
bij de Heere vandaan komen ze allemaal tegelijk tot hetzelfde inzicht. Nou, wat is het plan? Nou, het plan is een stad te bouwen. Tot die tijd waren de mensen nomaden geweest. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Sloegen een tent op voor een paar weken of voor een paar maanden of soms zelfs voor een paar jaar. Maar na verloop van tijd pakten ze hun tenten weer in en trokken ze verder. Dat is hoe het leven tot nu toe geweest is. Na de zondvloed leven de mensen als nomaden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Maar nu ze hier in de vlakte van Sinaar zijn en ze de bruikbare landbouwgrond zien en ze zien hoe dit land geschikt is om daar een stad te bouwen, zeggen ze tegen elkaar, nou laten we ons hier vestigen. Dit is een mooi land om te wonen. Laten we ons onrustige bestaan van steeds weer verder trekken als nomaden verruilen voor de rust van het wonen op één plaats. Wonen in een stad. Hier kunnen we rust vinden. Hier kunnen we vastigheid vinden. Door hier een stad te bouwen. Ook de techniek is er klaar voor. Ze hebben ontdekt dat je stenen kunt bakken. En dat ze daardoor langer meegaan. Daarvoor hebben ze ook wel stenen gehad. Maar dat waren zachte stenen. Stenen gemaakt van klei die dan in de zon gedroogd werd. Stenen die als het een keer flink regende poreus werden. En die als het droog was uitdroogden. Stenen, je kon er best een stad van bouwen. Daan heeft dat ook gedaan, maar het was geen blijvende stad. De huizen die je daarmee bouwde waren na een paar jaar verdwenen. Maar nu hebben ze stenen gevonden en ontdekt dat je stenen kunt bakken zodat ze zo hard worden dat ze tegen alle weeromstandigheden bestand zijn. Dit zijn stenen waar je een stad van kunt bouwen. Een stad die er vele jaren later nog steeds zal zijn. Een eeuwige stad. Als de mensen zich hier willen vestigen en een stad willen bouwen met een toren die tot in de hemel reikt, dan is dat de gedachte erachter. Eindelijk hebben ze een plek gevonden waar ze tot rust kunnen komen. Waar ze tot in eeuwigheid kunnen blijven wonen. De rust en de vastigheid die ze gemist hebben buiten het paradijs. Eindelijk gevonden. Dit is het einde van onze zoektocht, zeggen ze tegen elkaar. Laten we hier een stad en een hoge toren bouwen. Zodat we, zo zegt vers 4, zodat we niet meer over heel de aarde verstrooid worden. Zijn ze gelukkig. Eindelijk hebben ze hun paradijs gevonden. Eindelijk hebben ze een plek gevonden waar ze tot in eeuwigheid in rust kunnen leven. Alleen wel op een manier die ingaat tegen Gods geboden. Bij de schepping had God gezegd, Genesis 1 vers 28, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en vervul de aarde. Na de zondvloed had de Heere dat tegen Noach herhaald. In Genesis 9 vers 1 kun je dat lezen. Opnieuw geeft de Heere daar de opdracht, wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervul de aarde. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Met de bedoeling dat overal op deze aarde zijn beeld te zien zou zijn. Hij heeft de mensen heerschappij gegeven over de aarde. Over heel de aarde. Dus niet alleen dat kleine stukje bij Sinaar. Daarom heeft hij zowel bij de schepping als na de zondvloed de opdracht gegeven om de aarde te vervullen en zich over de aarde te verspreiden. Maar in hun zoektocht naar het paradijs op aarde schuiven de mensen het gebod van God aan de kant. Ze hebben eindelijk een plekje gevonden waar ze gelukkig zijn. En ze zijn niet van plan zich dat door Gods gebod af te laten nemen. Ja, zeg je. Maar weten de mensen het eigenlijk nog wel wat de Heere gezegd heeft? Het is toch al zo lang geleden. Misschien weten ze gewoon niet meer dat de Heere gezegd heeft dat ze zich over de aarde moesten verspreiden. Misschien houden ze er geen rekening mee, omdat ze het gewoon simpelweg niet meer weten. Maar dat is het niet. De mensen aan wie God na de zondvloed dit gebod gegeven heeft, ze leven nog. Kijk maar naar het laatste vers van Genesis 9. Daar lees je dat Noach 950 jaar oud geworden is. Dus Noach heeft dus nog iets van 350 jaar na de zondvloed geleefd.
Nou, als je dat legt naast het geslachtsregister uit Genesis 10, dan kun je precies uitrekenen welke mensen Noach nog hebben meegemaakt. En als je in de Bijbel met uitleg hebt, dan zie je boven Genesis 10 een mooie grafiek, een mooie stamboom daarvan afgebeeld. Als je naar die stamboom kijkt of als je de jaren uit Genesis 10 optelt, dan zie je dat Noach nog leeft als Abraham geboren wordt. Dus Noach, hij leeft nog als de mensen hier besluiten om zich niet verder te verspreiden op de aarde, maar zich hier in Sinear te vestigen. Noach, hij had hen kunnen vertellen over het gebod wat de Heer hen gegeven had om de aarde te vervullen. Hij is erbij. Heel nadrukkelijk zegt Genesis 12 dat alle mensen, de ganse aarde, hierbij aanwezig is. Noach is erbij als ze besluiten zich hier te vestigen en zich niet langer over de aarde te verspreiden zoals de Heer ze heeft hebben opgedragen. Het is dus geen onwetendheid geweest dat de mensen hier ingaan tegen Gods gebod. Maar massaal kiest de mensheid ervoor de Heer ongehoorzaam te zijn. Maar bij de val in het paradijs er twee mensen, Adam en Eva, de Heer ongehoorzaam waren. Maar laat deze geschiedenis zien dat we niet met onze vinger naar hen kunnen wijzen. In de gedachte dat wij het beter zouden doen als zij. Deze geschiedenis laat het ons zien. Als mensen de kans krijgen, kiezen ze er massaal voor om de Heer ongehoorzaam te zijn. Die ongehoorzaamheid die we hier zien, die is kenmerkend voor hoe wij mensen zijn. Ongehoorzaamheid zit in ons aller hart. En ik denk dat als we eerlijk zijn vanmorgen, dat we het allemaal wel herkennen. Dat die ongehoorzaamheid in ons hart zit. Ik denk zelfs de kinderen wel. Kinderen, als ik jullie zou vragen, ben jij wel eens ongehoorzaam? Doe jij wel eens iets wat niet mag? Dan denk ik dat er niemand van de kinderen is die, als die eerlijk is, kan zeggen, nee hoor, dat doe ik niet. Ik ben nooit ongehoorzaam. Ik luister altijd. Ik doe nooit iets wat niet mag. Ook kinderen zijn ongehoorzaam. Het is iets wat zit in ons aller hart. Het kenmerkt hoe wij mensen zijn. Ongehoorzaam tegenover God. Als de gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer ons vermeende geluk in de weg staat, dan kiezen we ervoor om de Heer ongehoorzaam te zijn als de Heer dat niet tegenhoudt. Met andere woorden, als je de vraag stelt in wat voor wereld leven wij, nou, dan hoort dit bij het antwoord. Wij zijn mensen die een hart hebben dat niet meer naar de Heer wil luisteren. Maar ik denk dat het dieper gaat dan dat. Het gaat dieper dan alleen niet de Heer willen gehoorzamen. Want als de mensen hier het gebod van de Heer om zich over de aarde te verspreiden naar zich neerleggen, dan laten ze eigenlijk daarmee zien dat ze de Heer niet vertrouwen. Ze geloven niet dat het gebod van de Heer om zich over de aarde te verspreiden goed voor hen is. Ze wantrouwen de goedheid van de Heer door niet te geloven dat zijn gebod het beste is voor hen. Heer, hij mag er best bij zijn in dit paradijs wat zij aan het bouwen zijn. Ze bouwen zelfs een toren tot in de hemel, zodat er een directe verbinding met God is. Heer, hij mag er best bij zijn. Maar dan wel op hun voorwaarden. Hij mag hen niet voorschrijven op welke manier ze het geluk moeten zoeken. Met zijn geboden mag hij hun geluk niet in de weg staan. Nou, hoe is dat bij jou? Wantrouw jij de Heere ook zo? Geloof jij ook niet dat de geboden van de Heere goed zijn? Als ze iets verbieden wat jij graag wil. Twijfel jij dan ook aan de goedheid van de Heere? Als ze je belemmeren die geboden van de Heer om iets te doen wat jij graag wil. Wantrouw jij de Heer of geloof je werkelijk dat zijn geboden goed zijn? Wil je het er ook aan houden? Genesis 11 laat zien dat dit is hoe wij mensen zijn. Wij wantrouwen uit onszelf de Heere. En het is genade als dat anders wordt, als wij geloven dat de Heere goed is. Dat hij zijn geboden geeft uit liefde tot ons. Omdat hij het goede voor ons zoekt.
Uit onszelf zijn wij net als de mensen hier die de Heere niet vertrouwen. En die niet geloven dat zijn geboden goed zijn. Dan zoeken we net als de mensen hier ons geluk in het bouwen van een paradijs hier op aarde. Naar ons inzicht. We gaan naar ons tweede punt, de hoogmoed van de mensen. Ja, er is nog een reden waarom de mensen hier een toren willen bouwen. Niet alleen hopen ze op deze manier een paradijs te stichten, waar ze rust kunnen vinden. Er is nog een reden waarom ze het doen, zegt vers 4. De mensen, ze zeggen tegen elkaar, kom, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welk opperste in de hemel zij. Dan komt het, en laat ons een naam voor ons maken. Dus waarom bouwen ze hier een stad en een toren? Dat doen ze niet alleen om niet verstrooid te worden over heel de aarde, maar dat doen ze ook om een naam voor zich te maken. Ze willen beroemd worden. Ze dromen ervan dat latere generaties met verwondering hun naam zullen noemen. Dat als ze die grote toren zien die zij gemaakt hebben, dat ze dan zullen zeggen, ja, dat waren nog eens mensen. Wat waren zij knap. Wat hebben zij veel voor elkaar gekregen. Door die hoge toren hopen ze als het ware onsterfelijk te worden. Dat hun naam nooit meer vergeten zal worden. Het is eigenlijk net zoals wij bij het onderwijs doen. Als onze kinderen onderwijs krijgen, dan tellen wij ze ook van de grote namen in de geschiedenis. En van de grote daden die zij gedaan hebben. Als je op school zit, dan krijg je geschiedenis, bijvoorbeeld over Willem van Oranje. En wat hij aan grote daden gedaan heeft, wat hij voor Nederland betekend heeft. Nou, zo hopen deze mensen een naam voor zich te maken. Ze hopen voor altijd herinnerd ervan te worden. Ze dromen ervan onsterfelijk te worden. Maar in de Bijbel staat dat de naam van de goddeloze zal vergaan. Dat hij vergeten zal worden. Maar willen deze mensen juist dat hun naam niet vergaat. Maar dat hun naam voor altijd blijft klinken op aarde. Ze zoeken onsterfelijkheid. Alleen wel op de verkeerde plek. Niet bij de Heere. Nou, wat is dan die grote daad die hen onsterfelijk moet maken? Waarom moeten de komende generaties met eerbied en ontzag hun naam noemen? Nou, ze willen een toren bouwen. Een toren die zo hoog is dat hij tot in de hemel reikt. En heel nadrukkelijk zeggen ze dat erbij. Het moet een toren worden welks opperste in de hemel zij. De top van onze toren moet de hemel bereiken. Moet de plaats bereiken waar God woont. En daar dacht men in die tijd heel letterlijk over. Ze dachten dat achter de wolken de plaats was waar God woonde. Dus door een toren te bouwen waarvan de top in de hemel reikt, willen ze als het ware een trap naar de hemel bouwen. Een trap waarlangs ze omhoog kunnen klimmen naar God. Naar de plaats waar God woont. Dus de plaats waar God woont is voor hen niet veilig. In hun hoogmoed denken ze dat ze de hemel kunnen bereiken door die toren die ze willen gaan bouwen. Dus als je erover nadenkt, dwaas, wat zie je doen? Een trap bouwen om in de hemel te komen. Dat is het dwaas. En tegelijkertijd, dat is het ook herkenbaar. Hoe vaak proberen wij niet op onze eigen manier de hemel te bereiken? De een die doet dat door de hemel op aarde te zoeken. Het hoogste geluk wat je kunt indenken. Als hier op aarde alles hebben wat je wil, wat je fijn vindt. Mooi huis, gelukkig getrouwd, kinderen misschien wel, leuke vakanties, goede vrienden, een fijne hobby, genoeg geld, een fijne baan, aanzien. Je zoekt de hemel op aarde en je gebruikt je tijd op aarde om aan die hemel te bouwen. Anderen die wat meer realiteitsbeseffen en doorheeft dat de hemel niet op aarde te vinden is, die zoekt de hemel door goed te leven. Je denkt na over wat het goede is om te doen. Je geeft ieder het zijne. Je zet je graag in voor anderen via de kerk of via vrijwilligerswerk of als mantelzorger. En zo zoek je de hemel. Je zoekt de hemel door een goed mens te zijn. En eigenlijk kun je niet voorstellen dat als je straks voor God staat, dat je leven niet goed genoeg is om in de hemel te komen. Anderen gaan nog een stapje verder. Hij zegt, ja, ik besef dat mijn leven niet goed genoeg is. Ik
komt aan op leven naar het woord van God. En je doet je uiterste best om zo te leven naar al de geboden van de Heer. En je blijft liever mijlen ver bij de grenzen van Gods geboden vandaan, dan dat je te dicht in de buurt van het randje komt. Zo leef je heel godsdienstig. Je ontzeg jezelf veel en je bent streng voor jezelf en voor anderen. Want het gaat niet zomaar. Zo zoek je de hemel door streng en nauwkeurig te leven. En diep van binnen geloof je niet dat God iemand die er zo serieus mee bezig is, buiten te laten staan. Sommigen gaan nog een stapje verder. Zoeken de hemel door niets te doen, door af te wachten. Ook al zegt de Heer Jezus in de Bijbel heel duidelijk, bekeer je en geloof het evangelie, zeggen ze, een mens kan zich niet bekeren. Een mens kan uit zichzelf niet geloven. Dat moet de Heer in je hart werken. Hij moet het je geven. Dus ja, als mens moet je maar gewoon afwachten. Of je het krijgt of niet. En op die manier, door niets te doen, denken ze goed bezig te zijn. En in ieder geval beter te zijn als mensen die het anders doen. Maar ook al verschilt de vorm, ten diepste gaat het allemaal om dezelfde zonde als hier bij de torenbouw van Babel. Het is dezelfde hoogmoed als hier. De hemel willen bereiken volgens je eigen inzichten. Op je eigen manier. Terwijl de Bijbel er heel duidelijk in is. Je kunt de hemel niet bereiken op eigen kracht. Je kunt niet opklimmen naar de hemel. Er is maar één manier waarop je zalig kunt worden. Niet door wat wij doen, maar door wat Christus gedaan heeft. Door ons over te geven aan hem die vanuit de hemel is neergedaald. Om ons te zoeken en zalig te maken. Door te geloven in wat hij gedaan heeft. Alleen dat is genoeg om ons zalig te maken. In plaats van een naam te maken voor onszelf. In plaats van op te klimmen naar de hemel. Moeten we te leren om te vertrouwen op hem. Die vanuit de hemel is afgedaald. Zijn naam verdient de eer, niet onze naam. Zijn grote daden verdienen om groot gemaakt te worden, niet onze daden. In hun hoogmoed willen de mensen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Zodat ze naar de hemel kunnen opklimmen. Brengt ons bij ons derde punt, de Heere grijpt in. Ja, hoe reageert de Heer op dat plan van de mensen om op te klimmen naar de hemel, om een toren te bouwen waarvan de opperste in de hemel reikt? Het eerste wat vers 5 ons vertelt is dat de Heer het ziet. Toen kwam de Heer neer om te bezien de stad en de toren die de mensen bouwden. Dus de Heer, hij ziet wat de mensen aan het doen zijn. Hij ziet de stad die ze bouwen en ook de toren die ze willen gaan bouwen. Dus ook al houden de mensen geen rekening met wat God van hun plannen vindt. En lees Genesis 11 er maar op na. Als je Genesis 11 naleest, dan valt op dat de mensen geen enkele keer de naam van God gebruiken of zich afvragen wat God van hun plannen vindt. Dus ook al houden de mensen geen enkele rekening met wat God van hun plannen vindt, wil niet zeggen dat God het niet ziet. Heel nadrukkelijk staat het er dat God het ziet. Net zoals hij jou ziet. En wat jij doet. Misschien vraag je helemaal niet af wat God vindt van jouw leven. Wat de Heer vindt van wat je allemaal doet. Maar dat wil niet zeggen dat God het niet ziet. Ook al ben jij, net als de torenbouwers van Babel, misschien helemaal niet bezig met wat de Heer vindt. Hij is wel met jou bezig. Hij ziet wat je doet. En als jij bezig bent om je geluk te zoeken op je eigen manier, nou kijk dan eens mee naar hoe de Heer daarop reageert. En Genesis 11 beschrijft het ons vol ironie. De mensen zijn bezig een hoge toren te bouwen. Een toren die zo hoog moet zijn dat hij reikt tot in de wolken. Een toren die reikt tot op de plaats waar God woont. Nou, wat lezen we dan in vers 4? Toen kwam de Heere neder. In vers 7 wordt het nog een keer herhaald. God tegen zichzelf zegt, kom aan, laat ons nedervaren. Dus God de mensen zo bezig ziet, dan zegt hij tegen zichzelf, nou laat ik eens afdalen om dat pieterpeuterige torentje wat die mensen aan het bouwen zijn te bekijken.
Heer, hij drijft de spot met de hoogmoedige plannen van de mensen. Waar zij een toren willen bouwen die tot in de hemel reikt. Hij zegt de Heer, ja, ik kan het vanuit de hemel niet zo zien. Het is ook zo ver weg. Het is ook zo'n klein torentje. Laat ik eens gaan afdalen. Om te zien wat die mensen aan het doen zijn in hun dwaasheid. De grote plannen van de mensen stellen in de ogen van de Heer niets voor. Is in zijn ogen dwaasheid. Het is goed om eens over na te denken. Misschien zijn er vanmorgen ook wel mensen die grootse plannen hebben. Maar als je grootse plannen hebt, denk dan eens na, hoe zou de Heer mijn plannen zien? Probeer dan eens naar je plannen te kijken door het perspectief, vanuit het perspectief van de Heer. Hoe zou Hij naar mijn plannen kijken? Zou je ze afkeuren omdat ze ingaan tegen zijn wil? Zou je ze afkeuren omdat ik hoogmoedig ben? En als dat niet zo is, als ze niet ingaan tegen zijn wil en niet vanuit hoogmoed komen, hoe zal de Heer mijn plannen dan zien? Zijn mijn plannen in de ogen van de Heer nu net zo groot als dat ze in mijn ogen zijn? Wij kijken naar onze plannen vanuit de bril van God. Dat kan ons helpen om niet hoogmoedig te worden. Dat zet onze plannen in het juiste perspectief. Dat waar wij zo vol van kunnen zijn. Dat waar wij zo trots op kunnen zijn. Is bezien door de ogen van de Heer vaak helemaal niet zo bijzonder. En wat doet de Heer? Als hij ziet wat de mensen aan het doen zijn. Nou, we lezen dat in vers 6 en 7. En de Heere zei, zie, zij zijn enerlei volk. En ze hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zouden hun plannen niet afgesneden worden, alles wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren. Laat ons hun spraak al daar verwarren, dat een ieder de spraak van zijn naaste niet meer versta. En dus de Heere, hij ziet het en hij zegt tegen zichzelf, ja, dit kan ik niet toelaten. De mensheid, ze vormen een eenheid. Ze zijn één volk en ze spreken één taal. En kijk nu eens wat ze beginnen te maken. Als ik niet ingrijp, zal het alleen maar erger worden. Als ze nu al zo hoogmoedig en ongehoorzaam zijn, dan zal het alleen maar erger worden als ik niet ingrijp. Het zal van kwaad tot erger gaan. Maar daarom daalt de Heer af en grijpt hij in. Hij verwart de taal van de mensen. Dat ze niet meer verder kunnen gaan met de torenbouw van Babel. Hij zorgt ervoor dat elke groep mensen, en je kunt dat lezen in Genesis 10, welke dat zijn, elke groep mensen een andere taal gaat spreken. Ja, en als je niet meer dezelfde taal spreekt, dan wordt het heel moeilijk om samen een toren te bouwen. Iemand dan zegt, joh, geef nog eens een steen aan. De ander begrijpt niet wat hij bedoelt. Ja, dat werkt niet. Bij zo'n groot project als het bouwen van zo'n hoge toren heb je vaak één iemand die het project leidt. Die precies weet wat er moet gebeuren. Maar als zo'n projectleider, als zo'n bouwbegeleider niet begrepen wordt, dan komt van de bouw niet veel terecht. Door de spraakverwarring komt de bouw van de toren van Babel stil te liggen. Is het een passende straf die de Heer hier geeft? Niet alleen legt de Heer hun bouwproject, wat ze in hun hoogmoed begonnen zijn, op die manier stil. Maar met deze straf pakt hij ook hun hoogmoed aan. Mensen, ze willen in hun hoogmoed een toren bouwen om zo een naam voor zichzelf te maken. Om zo eer voor zichzelf te verwerven. En wat doet nu de Heer? Door een taal te verwarren zorgt hij ervoor dat hij de eer krijgt. De komende generaties langs die half afgebouwde stad een toren lopen. Dan hebben ze niet vol ontzag over de mensen die deze toren gebouwd hebben. Dan hebben ze het over de Heere. En spreken ze vol ontzag over wat de Heere gedaan heeft door de taal te verwarren. Door het bouwproject stil te leggen. Dan wordt het stad en de toren die de mensen wilden bouwen om een naam voor zichzelf te maken, door de Heere gebruikt om een naam voor hem te maken. Daarom noemde men haar naam Babel. Al daar verwarde de Heere de spraak van de ganse aarde. En vandaar verstrooide de Heer hen over de ganse aarde. De stad, hij krijgt de naam
Babel, verwarring betekent dat. Elke keer als de mensen de naam van de stad Babel noemen, worden ze niet herinnerd aan hun grote daden in het bouwen van de stad, maar aan Gods grote daden in het verwarren van de taal en het verstrooien van de mensen over heel de aarde. De mens vernedert en God verhoogt. God zorgt ervoor dat hij de eer krijgt. En door alles heen gaat hij door met zijn plan. Hij zelf zorgt ervoor dat de mensen zijn opdracht vervullen en zich over heel de aarde verspreiden. Zo is het gegaan en zo zal het gaan door heel de geschiedenis. Aan de ene kant is er steeds weer die hoogmoed en die ongehoorzaamheid van de mensen, die hun eigen wegen gaan en de Here ongehoorzaam zijn, bezig met hun eigen eer in plaats van de eer van de Here. Maar dwars door alles heen gaat de Here door met zijn plan. De hoogmoed en de ongehoorzaamheid van mensen houdt hem niet tegen om zijn plan uit te voeren. Hier bij de torenbouw van Babel daalt de Heer af om hun hoogmoed en hun ongehoorzaamheid te stoppen en hun zondige daden te beletten. En Christus is God afgedaald om de oorzaak van onze hoogmoed en ongehoorzaamheid weg te nemen. God is in Christus mens geworden om mensen te zoeken met een ongehoorzaam en hoogmoedig hart. Om hen te vergeven door zijn offer aan het kruis. Hij kwam om onze hoogmoed en ongehoorzaamheid te breken. En ons een nederig en gehoorzaam hart te geven. Waar de Heilige Geest dat werk van Christus gaat toepassen. Waar hij je door het geloof aan Christus verbindt. Daar is dat het resultaat. Dan wordt dat de vrucht. Dan word je nederig. Dan word je klein voor God. Dan word je hoogmoed veranderd in nederigheid voor de Heer. Ik klein en hij groot. Gaat het in mijn leven niet langer meer om mij, maar om hem. Gaat het niet om mijn eer, maar om zijn eer. Nu heeft Christus dat niet alleen mogelijk gemaakt door met zijn offer mijn zonde weg te nemen en mijn schuld te verzoenen. Hij heeft daar ook een voorbeeld van gegeven om na te volgen. Als je nou echt wil zien wat het inhoudt om nederig te zijn, kijk dan naar de Heer Jezus. Hij vernederde zich door in een stal geboren te worden. Hij vernederde zich door de voeten van zijn discipelen te wassen. Hij vernederde zich tot in de schandelijke dood aan het kruis. Paulus in Filippenzen 2 vers 7 en 8 zegt het heel treffend. Hij die God was, heeft zichzelf vernederd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, en de dood aan het kruis. Christus heeft zich tot in het allerdiepste vernederd. Heel zijn leven stond in het teken van de eer van God. En daar had hij nu alles voor over. Echte nederigheid zie je als je kijkt naar de Heer Jezus Christus. Echte nederigheid, leer van hem. En ook als je wil zien wat gehoorzaamheid is, moet je bij Christus wijzen. Heel zijn leven stond in het teken van het doen van de wil van zijn vader. Hij kwam naar deze aarde in gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij vulde heel zijn leven in naar het plan van zijn vader. Zelfs als de dood voor ogen staat en de Heer Jezus bang is, dan nog horen we hem bidden. Vader, niet mijn wil, maar uw wil moet gebeuren. Volmaakte gehoorzaamheid. Echte gehoorzaamheid zie je als je kijkt naar Christus. Echte gehoorzaamheid leer je van hem. Nou, heb je het al geleerd? De geschiedenis van de torenbouw van Babel laat ons zien wat voor hart wij hebben uit onszelf. Een hart wat hoogmoedig en ongehoorzaam is. Een hart wat ons eigen ik centraal stelt in plaats van God. Een hart wat liever luistert naar onze eigen inzichten in plaats van luistert naar de Heer. Een hart wat ten diepste God niet vertrouwt. De grote vraag voor ons vanmorgen is: is mijn hart nu al veranderd? Ben je nu al een leerling geworden van Jezus Christus? Heb je van hem nederigheid en gehoorzaamheid geleerd? En als je in dat nederig en gehoorzaam zijn zoveel tekort komt, moet je het dan hebben van hem? Dat zijn gehoorzaamheid als jouw gehoorzaamheid wordt toegerekend. Dat zijn nederigheid als jouw nederigheid wordt toegerekend. Christus, hij daalt vanmorgen door zijn woord naar ons af.
En hij bidt je. Hij smeekt je. Laat je met God verzoenen. Hij zegt tegen je, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Geef mij je hart wat het zo moeilijk vindt om God op de hoogste plaats te zetten. Geef mij je hart wat het zo moeilijk vindt om de Heere te vertrouwen en te leven naar zijn geboden. Geef mij je hoogmoedige en ongehoorzame hart. Dan zal ik je leren om nederig en gehoorzaam te zijn. Kom herwaarts tot mij, zegt hij. Allen die vermoeid en belast zijn, dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan zul je rust vinden voor je ziel. Hij wil je leren zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Hij wil je de rust geven waar je naar op zoek bent. Als je zo leeft, dan leef je toe naar de toekomst. Naar de toekomst dat God nog één keer af zal dalen naar deze aarde. Op het moment dat Christus terugkomt, dan zal hij alle aardse paradijzen wegvagen. Dan zal hij alle hoogmoedigen straffen. Net als hier bij de torenbouw van Babel. Maar ieder die in Christus gelooft, ontvangt dan waar hij naar verlangt. Dan wordt de droom werkelijkheid. Dan komt de hemel op aarde. Dan kunnen we vrij tot God gaan. Niet omdat wij opklimmen tot hem, maar omdat hij afdaalt naar ons, om onder ons te wonen. Dan zullen we voor eeuwig met hem zijn. Amen. We zingen als antwoord op de preek uit Psalm 113, vers 3 en 4. Psalm 113, vers 3 en 4.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.